wordt beschuldigd van strafbare feiten die door een ander zijn gepleegd. Het kan iedereen overkomen. Je laat een kopie van je paspoort maken of je klikt op een linkje en je leven verandert in een hel. Opeens staan er honderden gestolen auto's op je naam. Je bankpas wordt geblokkeerd en deurwaarders bonzen op je deur. De politie houdt je aan voor delicten die je niet gepleegd hebt. ...500 tot 1000 Nederlanders worden elke dag slachtoffer van identiteitsfraude. Een Kafka-zaak? Vandaag in Caro Reporter de slachtoffers van identiteitsdiefstal. Jij bent het. Maar je moet eerlijk zijn dat als ik bijvoorbeeld het paspoort van een vriend zou hebben die een beetje op mij lijkt... ...dat de politie dan niet meteen denkt, goh, dit is hij niet. Kan ik met jouw paspoort in Engeland komen? Maar een identiteitskaart aanvragen met de foto van een ander, dat klinkt als een grap. Maar kan dat? En 1 op de 10 jongeren gaat uit met een vervalste ID-kaart. Yavira en Kim, zo heten ze niet echt, zijn allebei 16 en gaan graag uit. Liefst drinken ze wijn, rode wodka, passoa en tequila. Die drankjes bestellen ze gewoon in de kroeg. Met hun eigen vervalste ID-kaarten. Eerst neem je ID-kaart en dan maak je een kopietje van. En dan neem je het... Geef een stukje op je ID-kaart. We zoeken een 6 of een 5, zodat we de goede leeftijd zijn. Nog even kleuren en veilen. Nou kun je het opplakken met doorzichtige nagellak. Dit klinkt echt heel amateuristisch allemaal. Dat is het eigenlijk ook, ja. Maar werkt het? Ja. In de kroeg? Onder andere. In de discotheek en in de supermarkt. Ja. Het klinkt allemaal heel avontuurlijk, maar het is wel een misdrijf. Ja, maar zo zie ik het eigenlijk niet. Ik denk dat als ze het zouden zien, dat ze je dan waarschuwen en verder niet. Die waarschuwing, bij ons geldt dan net iets anders. Dan wordt de toegang ontzegd en mogen ze voorlopig niet meer naar binnen. Ook belt deze café-eigenaar in Amersfoort, niet de woonplaats van de meisjes, de politie. En neemt hij de valse ID-kaart in beslag. Die is een hele mooie, hè? Zijn kaartenbakje met valse ID-bewijzen raakt zo langzamerhand vol. Zowel de voorkant als de achterkant is gekopieerd. En met name als dit in een portemonnee zit, dan is het moeilijk van echt te onderscheiden. Die moet je er echt uithalen? Die moet je er echt uithalen, wil je daadwerkelijk kunnen zien en voelen dat het om een valse ID gaat. Hoeveel van jullie vriendinnen weten dat je een valse ID-kaart hebt? 5 of zo. Ja, zoiets. 5 of 6. Wat vinden zij ervan? Slim. Doen ze het zelf ook? Nee, zij lenen gewoon een idee van een ander. Yavira en Kim zijn niet van plan te stoppen met het vervalsen van hun idee tot ze 18 zijn. VWO-scholieren Kim hoopt dan trouwens rechten te studeren. Beetje ironisch.